Post Malone in Circles bij Him for the Weekend op RN7. Wat een godvergeten scheid nu weer te zeggen. Niet te doen. Het is lang geleden alweer, hè, dat hij uitkwam. Ik kan mij schelen. Echt. Ja, we hebben het al even aangekondigd. RN7 Boulevard, speciaal voor Imke. Yes, een soort muzikale nieuwsgids, maar dan met roddel nieuws, showbiz nieuws. En een iets andere opzet, want om hier nou muzikale fragmentjes bij te verzinnen, dat is een beetje lastig. Mm-hmm. Of het is te duidelijk, of het is lastig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dus 3 nieuwsberichtjes meegenomen uit de achterklap van nu.nl, zeg maar. En wat ga ik doen? Ik heb bij elk nieuwsbericht heb ik 7 steekwoorden gepakt die uit het bericht komen. Die ga ik 1 voor 1 opnoemen. Oh, jeetje, net zolang tot één van jullie 2 in 1 woord of 1 naam noemt over wie het gaat. Ik wist niet dat ik mee moest doen. Ja, oh, fijn dat jij mee gaat doen. Oké. Dus ik noem 7 woorden op en op het moment dat je denkt van ik weet waar het over gaat, noem die naam. Ja, en het gaat dus over Showbizland, hè? Ja, ja. Precies. Even kijken, is dat precies wat ik had bedacht? Ja, dat is precies wat ik had bedacht. Okay. Zit je er klaar voor? Ja, ja, spannend. Maar, Berichtje 1. Vriendin. 'S Nachts. Marco Borsato. Nee. Incident. Mannen. Dwang. Koning Willem-Alexander. Nee. Roddelpraat. Pound. En we zijn gestopt. Nou, Imke, wat is dit nou? Je hebt niet eens je best gedaan. Je hebt niet eens iets geroepen. Nee, ik heb niks geroepen. Wat hebben ze bij Roddelpraat gezegd bij Pound? Heb je het gezien, Roddelpraat? Ja, gaat het niet ik heb Roddelpraat dus niet gezien. Het zijn gewoon steekwoorden uit het nieuwsbericht. Dat hoeft niet per se. Oké. Ja, misschien vriendin. Ja, misschien André Hazes. Is het nou zijn vriendin? Ja of nee? Dat zou het kunnen zijn. Nee. Ja, je kunt alle nieuwsberichten nou wel noemen. Ja, nee. Nou, zeg het maar. Het goede antwoord was Dennis Schouten. Heb ik hem niet meegekregen? Heeft hij een vriendin? Heeft hij nu iets met die meid waar hij vanavond niet op is? Luister, Dennis Schouten is 3 maanden geleden overvallen door 4 mannen, vertelt hij in zijn YouTube-serie Roddelpraat. De voormalig Pound-presentator zegt dat hij het plan had. Dat zij het plan hadden om hem iets aan te doen. Schouten legt uit dat hij 's nachts een bericht kreeg van een vriendin die bij hem langs wilde komen. Toen hij de deur opendeed, zag hij niet alleen zijn kennis staan, maar ook 4 mannen. Oh, wat eng. Ja, oh, eng. Wat heftig. En die hadden die vriendin dus gedwongen om haar mee te nemen naar zijn huis. Nee, maar ik ben ook geen fan van Dennis Schouten. Dus alles wat ik van Dennis Schouten zie, dan scroll ik door. Nou, dan gaan we heel snel naar nummer 2. Yeah. Oké, de volgende reeks steekwoorden begint opnieuw met vriendin, nieuw, zanger. André Hazes, heeft hij iets met Sarah Soelen? Ja, 1 woord, maar het was goed. André Hazes. Yes. Ja. En wat heeft er gebeurd? Sarah van Soelen is de nieuwe vriendin van André Hazes, zo bevestigde zanger dinsdag bij Bo. Nou, dat heeft hij nog niet bevestigd, hè? Oh, nou, dan gaan we het krijgen. Nee, want hij heeft wel gezegd van ja, ik ben wel gek op haar. En, want eerst zei hij van dat het misschien ooit in de toekomst iets werd. Maar ze hadden nog geen seks gehad. Nu, hij woont dan bij die ouders in en bij die meid. Maar ze zeggen, we hebben nog geen relatie, maar we hebben het wel leuk met haar. En ik ben wel gek op dit meisje. Dat heeft hij gezegd. Maar hij heeft nog niet gezegd, het is officieel, hoor. Nou, ik zal een dreigbrief sturen naar nu.nl. Oké. Okay. Ondanks dat die Sarah 100.000 volgers heeft, zijn er nog altijd meer mensen die geen idee hebben wie zij is. Heb jij een idee wie zij is? Ja, zij is dus inderdaad een influencer, eigenlijk een echte influencer. Maar zij is dus ook verslaafd geweest. En daarvoor is zij een verslavingskliniek heeft zij gezeten. En toen heeft André haar een keer ontmoet op een feestje. Nou, toen kwamen ze aan de praat van, hey, we hebben best een beetje dezelfde struggle. Die vader kende André al wel, het is een hele rijke zaakman. En toen is hij gewoon een beetje zo betrokken geraakt in dat gezin. En zij deden gewoon heel erg mee. Want André heeft natuurlijk zelf ook verslavingsproblemen. Hè? Die is dan best wel veel alcohol, heeft hij best wel moeite mee. Dus daar hebben zij zo'n connectie met elkaar. En hij wordt helemaal opgevangen in de familie. En het is één grote gezelligheid. Jeetje. Zo'n ding, hè? Het is helemaal mijn ding. Maar het is ook even nog even om hierop door te gaan. Het is dan wel weer dat Monique, hè, ex-vrouw van André, die woont nog in dat oude huis. En dat is Roxanne nu, die woont daarnaast. En die zijn ook alweer heel goed bevriend met elkaar. Jeetje. Okay. Ja, en de moeder van André, die is ook wel weer heel erg fan. Heeft Sarah ook al ontmoet, hè? En die is helemaal fan. Oké, we gaan door. Jij zuigt die berichten gewoon op. Ja, super. Wat ik wel typisch vind, is zeg maar,
dat is niet per se van jou hoor, er zijn meer mensen. Maar dan wordt er gezegd van zij is influencer. Want ze heeft in de kliniek gezeten. En ik van, hoezo? Nee, ze is niet influencer omdat ze in een kliniek heeft gezeten. Maar dat heeft ze onder andere. Ja, dat is zeg maar hetgene wat... Ze is verslaafd geweest en dan denken heel veel mensen... Dat willen wij ook, ze is een influencer. Nee, dat zal er bij liggen. Maar het is wel, nou weet je, het is echt meer iets over haar... dat ze wel een meid is met een verhaal. En het is niet... Een meid met een verhaal. Ja. We gaan door naar de volgende roddel. Leuk dat je dat doet. Ja, een andere meid met een verhaal. De steekwoorden die hierbij horen. Gekocht. Koopakte. Monica Geuze heeft een huis gekocht met een vriend. Nee. Oh, jammer. Kensington. Oh, bij Martin Meiland, familie Meiland heeft het huis. Oh ja, die heeft het gekocht. Oh shit, dat is ook. Inderdaad, even berichten bij Martin Meiland en Erika Meiland hebben voor bijna 2,7 miljoen euro een villa in Noordwijk gekocht. Blijkt maandag uit de koopakte van de kadaster die Show News heeft ingezien. Verhalen over de aankoop van de villa gingen al langer. Uit het document blijkt dat de koopakte voor de villa op 8 februari is ondertekend. Boeit me niet. Vraagprijs, boeit me ook niet. Meiland en Renkema kopen het huis van Niels van den Berg, de drummer van Kensington. Ja. Oh ja, Niels van den Berg. Ja. Ja. Super. Nou, 1-1. Ja. Klopt. Wat erg. Maar dat was bij de nieuwsgids volgens mij ook zo. Ja. Oh, dit was het al? Of... Ja, dit was hem. Ja. Hallo. Ja, misschien wil Imke nog een heel betoog houden over dit nieuwtje. Nee, ja? Nee, over deze niet per se. Nee. Het wel van, ik had wel nog eventjes gezien. Ze hadden laatst even Valentijnsbrief voor elkaar voorgelezen. Het is een heel leuk video van Martien en Erika. Moet je een keer terugkijken. Ik moet helemaal niks. Dat je moet toch, niks, maar dat is wel leuk. Niet die gedichtjes of zo. Ja, heel toch? Leuk. Dat was toevallig ook gezien, middag aan het kijken. Echt mooi. Maar goed, we gaan door. Nou, fijn dat je dat zelf zegt. Jij zou hier staan. Beetje op knopjes klikken. Dat lukt wel, toch? Wil jij snel geld verdienen? Deel deze video met zoveel mogelijk mensen. En klik op liken. Dan komt er geld later wel een keer. Of niet.